soms ook als je de stad loopt, dat je dan ineens overal je naam hoort. Dat is eigenlijk heel gek. Ja. Dat je hebt de neiging om van naar te kijken en te zeggen, hé. Hey. Ja. Ja, het is ook wel heel gaaf natuurlijk. Daphne Schippers op die laatste meters wereldkampioen. Sportvrouw van het jaar, Daphne Schippers. Dit is zo'n geweldige toploopster. Denk je ergens aan als je aan het sprinten bent? Dat is een goede vraag. Denk je ergens aan? Nee, eigenlijk helemaal niks. Normaal gesproken in 10, 11 seconden kan je prima nadenken. Maar op dat moment zit je zo in een waas, zeggen ze dat altijd. Het is puur alleen maar focus op de finishlijn en zo hard mogelijk lopen. Heb jij dan zelfs niet mee hoe de anderen het naast je doen? Nee, je ziet ze wel. Je weet wel een beetje waar ze zitten. Maar nee, je hebt het niet helemaal door. De laatste meters van Schippers zijn goed. Pakt hier een prachtige bronzen medaille. Hoi Daphne, mijn vraag voor jou is, hoe ben je erachter gekomen dat je zo goed was in atletiek dat je er je baan van wou maken? Ik ben eigenlijk begonnen toen ik 9 was. En eigenlijk puur omdat ik het gewoon heel erg leuk vond. Ik vond het leuk om naar de trainingen te gaan. En ik mocht een wedstrijdje meedoen. En bij die wedstrijd toen werd ik al gelijk tweede. En toen kreeg ik een beker en dat was natuurlijk superleuk. En vanaf daar wist ik echt wel dat ik heel graag mijn beroep van wilde maken. Wat is je beste wedstrijd tot nu toe? Mijn beste wedstrijd tot nu toe, dat was toch de wereldkampioenschappen in Beijing, waar ik wereldkampioen werd voor de eerste keer. Het is nou, 21-65, wereldkampioen over 200 meter. Wat een schitterend resultaat. Hoe is het dan om Daphne Schippers te zijn? Ja, dat is leuk. Het is best wel een zwaar leven. Het is geen makkelijk leven, maar het is wel ook wel heel erg leuk. En wat bedoel je dan met zwaar? Nou, we trainen natuurlijk heel erg hard en ik reis natuurlijk de hele wereld over. Dus ik ben een half jaar van het hele jaar ben ik ongeveer weg. Niet altijd leuk, want je gaat hotel in, hotel uit, vliegtuig in, vliegtuig uit. Maar dat kan ook soms wel heel pittig zijn, ja. Misschien wel omdat ik er al best wel toch wel relaxed mee omga. Dus dat is een beetje zo, ja. En we zien natuurlijk ook best veel de zon. Dat is ook leuk, ja. Ik heb alle recepten van je kookboek geprobeerd. Komt er nog een nieuwe uit? Ik hoop het wel. Ja, want voor de kinderen die het niet weten, je hebt samen met je zus een kookboek gemaakt. Ja, ik vind het heel leuk om te koken. 1. En 2, dus natuurlijk voeding is heel erg belangrijk voor iedereen, maar ook voor mij als sporter. Dus het is voor mij belangrijk dat ik gezond eet. Met de feestdagen, eet je dan wel gewoon alles mee of let je dan ook op? Een beetje half-half. Tuurlijk, je moet ook een beetje genieten af en toe. Koken of sprinten? Sprinten. Kerst of oud en nieuw? Oud en nieuw. Met wie vier je het? Familie. Ben je verliefd? Nee. 100 meter sprint of 200 meter sprint? 200 meter sprint. Dat is een beetje mijn afstand, denk ik. Wat eet je het liefst? Eiwitpannenkoeken. Goud op de Olympische Spelen of nog een keer wereldkampioen? Goud op de Olympische Spelen. Is dat je doel? Dat is wel een doel. Daar werk ik hard voor. Vind je het niet raar om naar buiten te gaan en dan vragen mensen een handtekening of een foto? Zelf ben ik best wel een rustig persoon en ik vind het wel heel leuk dat ze naar me toe komen. En het is wel heel erg wennen aan het begin. Ja. En er is nu zelfs een brug naar je vernoemd in Utrecht. Ja, ook dat. Ja. Het is natuurlijk een enorme eer dat er een brug naar jou vernoemd wordt. Ja, dat is heel gaaf. Hoe goed kan je tegen je verlies? Ik kan niet zo heel erg goed tegen mijn verlies. Dan word ik toch boos of ik, ja, de bekende is natuurlijk dat ik een keer met mijn schoenen gegooid heb. Wow, kijk, ja, dat is Schippers ten voet uit. Op dat moment baalde ik er gewoon van en dat laat ook zien dat ik ook echt een topsporter ben. Wat had je willen worden als je niet aan atletiek had gedaan en dus nooit zo hoog had kunnen komen? Ik heb de PABO even gedaan. Dat betekent dus dat je juf wil worden. Het leek me heel leuk om kinderen les te geven. Dan hadden ze misschien wel gewoon Daphne Schippers voor de klas gehad. Ja, misschien wel. Had gekund. Mijn vraag aan jou is, hoe is het om zo streng gecontroleerd te worden? Het is natuurlijk niet altijd leuk, want 's ochtends zit ik in mijn pyjama bij mijn ontbijt en dan wordt er nog wel eens aangebeld. Ja, en dan moet ik, dan heb ik een doopcontrole. En dan moet je vaak urine afgeven? Ja, of bloed. Of bloed. Dan komen ze bij je thuis en dan komen ze echt bloed prikken. Dus dat is wel serieus. Maar aan de andere kant, het hoort er wel een beetje bij het vak wat ik doe. Omdat ik het schoon doe, dus ik wil ook heel graag dat we een schone sport hebben. Ik heb de medaille omgehangen. Ik ben Zoe en ik heb een vraag. Wat is je droom voor 2018? Europees kampioen worden. Dat is voor ons weer een toernooi die eraan komt. En vooral veel plezier hebben in alles wat ik doe. En ook vooral in de trainingen en wedstrijden. Welke emotie past daar dan bij, 2018? Ja, dit is gewoon
gelukkig leven rijden en blij zijn. En, net zo mooi als 2017. Dat hoop ik. Ja. Dankjewel. Top.